Nieuwe tekst, niet zo heel erg lang. Ook vallend onder de regeringsperiode van Servius Tullius. En hier zie je een anaglyphische weergave van de Artemis-tempel van Efeze. Hij wilde zeggen dat als je een rood-groen brilletje opzet, dat je dan een 3D ziet, zo'n oude 3D-techniek. Ja, oud. Wat heet oud? In ieder geval een 3D-techniek die niet meer zo heel veel gebruikt wordt, maar wel nog wel een aantal dingen in zijn, zoals deze Artemis-tempel in Efeze. Ik zal je bij de volgende screencast ook een modernere reconstructie laten zien van die Artemis-tempel, maar nu gaat het me even om de structuur van deze tekst. En ik heb hier te maken met twee keer een ablativus absolutus, namelijk aucta magnitudine en formatis omnibus. Een nee-constructie met conjunctivus, ad quirerentur. En hier conatus est, en dat was de moeilijke, de sneaky one. Komt van conor, daar zoek je hem op in het woordenboek. Ja, al die deponentia, die hebben passieve vormen. En die staan dus ook met de eerste persoon passief presens in het woordenboek. Hij heeft hier als perfectum conatus est. Nou, ik begin even met die eerste ablativus absolutus. Dit is een participium van het perfectum, dus nadat de grote urbis van de stad toegenomen was. Dat is één. En nadat alle dingen formatisch alles gemaakt waren. En nu kom ik op iets typisch, een typisch relict uit de naamvolle structuur, de oude naamvolle structuur. Hier heb ik domi, en dat is een locativus. Je kent het woord domus wel volgens declinatie 4, maar de vorm domi zou nooit volgens declinatie 4 een mogelijke vorm zijn. De oude locativus uitgang in het Latijn is namelijk een i. En dat is heel vaak die functie is heel vaak overgenomen door de genitivus via casus syncretisme. Weet u het woord nog? Jawel. En je hebt twee die in de CEVO-lijst staan, of drie, dat weet ik niet helemaal zeker, maar domi is er één van, dat betekent thuis. De andere is romai, en laat die nou net ook ergens in deze passage zitten, volgens mij in paragraaf nummer 2. Dus die komen we ook nog tegen. Nadat alles thuis in orde was gebracht, waarvoor? Voor het gebruik van oorlog en voor het gebruik van vrede. Dus dit ad wordt even herhaald, dus een klein anafoortje. Voor van oorlog en voor van vrede gebruiken. Oezoes, ook van declinatie 4. Nu kom ik bij nee. Een nee betekent meestal op dat niet. Dat is een redelijk ouderwetse vertaling. Je kunt vaak ook vertalen met om te voorkomen dat. En dan heb je een normale, lopendere vertaling. En dat heeft te maken met oet. Het woordje oet kan namelijk verschillende dingen betekenen. Het hangt er vanaf wat erachter staat. Ut met een indicativus betekent zoals of zodra. En ut met een conjunctivus betekent opdat of zodat. Nou, opdat geeft een doel aan. En zodat geeft een gevolg aan. Dus het eerste is finaal. Hij gaat ergens naartoe. En het tweede is een gevolg. Is consecutief. Volgt ergens uit. In het Nederlands lijken deze misschien nog wel wat op elkaar, maar in het Latijn is er echt een verschil. De ontkenning van op dat niet in het Latijn is namelijk nee met de conjunctivus. Zie je staan ut non, dan is het zodat niet. Dus deze laat ik even in beeld staan, zodat je ze misschien ergens over kunt nemen of misschien al ergens onthouden hebt. Op dat niet verworven werden. Om te voorkomen dat verworven werden. Nou, daar pak ik het onderwerp bij. Dat is opes, dat is machten, letterlijk. En semper altijd, armies, ablatives, met wapens. Om te voorkomen dat macht altijd met wapens verworven werd. Dus hier heb ik een passieve vorm die ook daadwerkelijk passief vertaald moet worden. In tegenstelling tot dit deponens hier, conatus est, wat het werkwoord is met passieve vormen die je
actief moet vertalen. Toen probeerde hij. Nou, wat probeerde hij? Hij probeerde het imperium te augeren. Nou, dit augeren komt van hetzelfde werkwoord als dit aukta. Dus betekent vergroten. Probeerde hij zijn imperium, oftewel wel zijn gezag, te vergroten. Concilio. Met een plan. En tegelijkertijd nog iets anders. Simul et aliquot adre urbi decus. En tegelijkertijd probeerde hij iets van sieraad, een of ander sieraad, aliquot en decus horen bij elkaar. Let bij dat decus erop, dat is een onzijdig woord van declinatie 3. Heeft als genitivus decoris en decus kan dus ook accusativus enkelvoud zijn. Een of ander sieraad toe te voegen, urbi, aan de stad. En dan is die eerste paragraaf afgesloten. En dan volgt de overgang naar die tweede paragraaf, waar die dus terugverwijst naar die tempel van Artemis in Efeze. Die laat ik je zo ook zien.